Hallo, welkom bij Starterok. Ik ben Bart. Vandaag doen we, het is lang geleden, maar we doen nog een keer een pedal demo. De pedaal van vandaag is een Mower preamp pedaal. Ik ga even het doosje erbij pakken. Het doosje ziet er zo uit. Dus het is de Mower preamp nummer 10. Wat eigenlijk wil zeggen, kijk, het staat er hier langs de zijkant op. Kun je dat lezen? De 10 preamp is based on... Wacht, ik had het gelezen. De 010 is based on Turok Coral. Dus een Turok is een type van versterker. Normaal gezien is dat relatief clean. En we gaan even uitzoeken hoe dat die pedaal hier in elkaar zit. Dus daarin zit er eigenlijk, dus ook in de pedaal zelf zit er eigenlijk ook een cab simulator en een preamp clean en distortion kanaal. We gaan even checken waar dat handleidingsje is. Oh, het handleidingsje ligt daar. Wel cool doosje. Ze waren in sale. Het was like 30 euro bij Tomman. Dus 30 euro is weggehaald. Dus, in Chinees ziet dat er zo uit. Maar ik kan het lezen in het Nederlands. Dus, volume, gain, treble, mid, bass. Oké, dit knopje is hier nummertje 7. LED button. Press once to switch between channel A en B. Blue en red, dat zal waarschijnlijk clean en overdrive zijn. Press and hold for 2 seconds to switch cap simulation on or off. When the cap simulation is active, the LED will flash. Oh, oké. Ja, nummer 8 is foot switch. Obviously. Het signaal is als volgt. Gitaar rechtstreeks in de pedaal. De pedaal rechtstreeks in een DI-box die daar ligt. Met een gewone speakercable. En dan gaat hij rechtstreeks in de interface. Dus nu is het puur DI-signaal. Kijk, ga ik hun doen. Oh, wow, oké. Overstuurt dat hier nu? Ja, dat overstuurt niet echt, maar... Dus... Wacht, ik ga even starten met alles in het midden hier. Dus bass, middle, treble. Alles in het midden. Dus blue channel. Ah. Ah, maar ik denk dat nu nog altijd de... Ah, kijk. Nu kan ik switchen. Dus als je lang blijft tunen. Blue channel. Pedaal uit. Weer een keer lang duwen. Oh, nee. Eerst aanzetten. Dan mag een beetje meer volume hebben. Lang duwen. Ja, als ik nu nog een keer duw. Hopla. Als ik nu dus nog een keer duw, heb ik de red channel. Haha. Ik ga een keer
ga een keer een metal sound er proberen uit te halen. Definitely not metal. Maar ik denk dat nog altijd de capsim nu niet aanstaat. Dus we gaan even kijken hoe dat we die aanzetten. Wat die? Press and hold. Oké, press and hold. 2 seconds. Yes! Nu staat hij wel. Oh wow, dude, dat klinkt wel niet slecht, hè? Ik ga een beetje mijn... Wacht een keer, hè? Klein goed. Dus nu gaan we naar de Blue Channel met caps in sim on. Caps him off. Ja. Caps him on. Ja. Oké. Ah, juist. Ik heb de footswitch zelf ingesteld op wisselen van kanaal. Dus als ik hier nu lang op duw. Kijk, dan zet ik de pedaal uit of aan. Met al dan niet de capsim met het kanaal naar keuze. Dus als ik het zo. Uit. Kijk, is wel echt cool. Geen idee waarom dat je dat zou willen doen, maar ja, om een of andere reden zijn er waarschijnlijk mensen die dat willen doen. Wat wilde ik nu nog proberen? Ah ja, oké. Gain channel. Klinkt in mijn opinie wel echt niet slecht. Niet slecht. Toch nog een keer een beetje prutsen met de gain. Veel minder gain. Oh. Oké, ik heb prutsen met de EQ. Nu is het vol mids. Mids volledig eruit. Oké. Zonder pedaal. Red channel met capsim. Red channel zonder capsim.
Red Channel Madcapsen. Een beetje weer de mids der bass steken. Mids en midden high open. Ik ben wel van. Oké, en dan keer weer gain op half weg. Oké, Red Channel Cap Sim off. Pedal uit hun te koer. Oké. Cap Sim off. Cap Sim off. Bassen op 0. Oh, klinkt niet slecht. Oeh, klinkt echt niet slecht. Bassen volledig open. Nog een keer alles in het midden. Het is van nature is die wel vrij donker van karakter, vind ik. Ik ga toch een keer de bas nu weer op nul. Meer mids. Zoveel als mogelijk highs. Maar ik heb het gevoel dat die te veel klipt als er te veel highs in zitten. Dat is meer echt mijn sound. Canti metal. Oké, nog een keer. Dus wat heb ik er hier nu allemaal uitgekregen? Redelijke heavy metal, er is hard rock, ACDC-achtige dingen. We gaan een keer terug naar het clean kanaal. Hoe doe ik dat hier nu weer? Ah ja, zo. Ook als je vanaf dat je op de pedaal zelf geduwd hebt, of naar het andere kanaal gegaan bent, dan slaat die al de instelling die je op dat moment ingevoerd had op. Get it? Oeh, maar klinkt wel goed. Hij klipt wel heel af en toe wel een keer. Moet ik er wel bij zeggen. Meer treble. Dan durft hij wel een keer klippen. Ik weet niet of dat overkomt daar, maar... Meer treble, minder gain. Nul bas.
full bass. Oké, klinkkanaal klinkt ook heel goed in mijn oren. Blijf de rekening mee houden. Ik heb 30 euro betaald voor die pedaal. 30 euro. Voor 30 euro heb je eigenlijk een twee kanaals amp. Klinkkanaal en overdrive kanaal. Als je hier nog... In principe kan je met dit pedaaltje optreden. En letterlijk... In de preamp, in de letterlijk van hieruit, dus vanuit de output, ga je in de PA-tafel. Wat dat eigenlijk echt ongelooflijk is. Misschien moet ik dat een keer testen met Maxim. Maxim die mij af en toe helpt met de audio van Starterock, met de live sessions en zo. En Amazon Full Volume heeft hij ook geholpen. Misschien moet ik dat een keer testen. Oké, bedankt om te kijken. Wil je zelf gitaarles volgen? Of heb je vragen voor mij? Surf naar de website www.starterock.be voor meer info. Of stuur mij een e-mail bart@starterock.be. Volg ons op Instagram en Facebook. Abonneer op ons YouTube-kanaal. Ik zou zeggen, veel succes en tot de volgende. Yo!